Deze beschouwing. Die gaat over. iets wat ik zag op internet. Een artikel. in de, het nieuws van Hilversum. Zo. NH Nieuws. En dat artikel. Dat luidt. geen mannetje meer. maar mannelijk en vrouwelijk stelletje. Op Hilversumse stoplichten. Even kijken hoe dat nou precies heet hoor. Het dus NH... NH Goois, Gooi Nieuwsdienst. Oh ja, Nieuws uit Hilversum, dat staat hier. Ja, zo is het. Nieuws uit Hilversum. NH Nieuws. Ja. Waar het om gaat is dat ze in Hilversum ook een voetgangersoversteekplaats, dat ze de, de die lampen die erbij zitten, die hebben ze vervangen door symbolen die voorstellen een homoseksueel stijl van het mannelijk geslacht en een homoseksueel stijl van het vrouwelijk geslacht. En dan tussen die twee een, een hartje. Dus ze lopen hand in hand en een hartje ertussen. Ja, ja. In Arnhem heb je dat ook. En hier in Arnhem... Hebben ze ook de witte strepen op het asfalt vervangen door regenboogkleurenstrepen? En die strepen die zijn dan niet zoals de witte strepen, zeg maar, dwars. Op het, op het wegdek. Maar in de lengte, of zo, van links naar rechts, vanuit de, de auto's gezien, lopen de strepen van links naar rechts. En en vanuit de voetgangers gezien lopen de strepen dus rechtdoor. Ik vind het heel raar dat de gemeente dat doet. Zulke dingen. Wat vinden jullie daarvan? Ik, ik vind dat het niet zo moeten mogen. De Nederlandse regering die is voor dit soort dingen. De Heelversumse gemeente heeft ook besloten om 100.000 euro uit te trekken voor het financieren van een werkgroep die zich bezig gaat houden met uh, ja, LHBTI mensen, omdat die mensen niet veilig zijn. Dus de veiligheid van LHBTI-mensen moet verbeterd worden. En de gemeente heeft daar 100.000 euro voor uitgetrokken. En de Nederlandse regering heeft daar 20.000 euro bijgelegd. Dus dat is eventjes. Je hebt het over vrij veel geld uiteindelijk, hè? Dus dan krijg je bevolking. Hilversum, er zijn 90.000 mensen, Dan pakken we even de rekenmachine erbij, uh, we hebben 17 miljoen mensen, 17, 1, 2, 3, 1, 2, 3. oh, ik doe het even fout, <laughs> 17 miljoen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Gedeeld door 90.000, 90, 1, 2, 3 is dat. En dat keer 120, 1, 2, 3 is. Ja, landelijk gesproken hebben we het hier over een bedrag van 23 miljoen euro. Waarbij ik er dan vanuit ga, de rekensom die ik nu maak, als, de, als dit soort bedragen wat heel veel uitgeeft over een bevolking van 90.000 inwoners, als we dat door heel Nederland gaan doen, dan praten we voor Nederland over 23 miljoen euro. Dus 23 miljoen euro weggegooid geld. Van 23 miljoen euro kan je ook iets doen waar je wat aan hebt. En wat zit hierachter? Weet jij het? Ja, ik weet het wel. Het gaat hier om de. de immorele mens. Die ons bezighoudt met leugens, fopideeën. en ons geld afhandig maakt. voor waanproblemen. De liegende mens. Kijk, over het fenomeen van homoseksualiteit. daar kunnen we kort over zijn. Het gaat hier om. Een afwijking. Het is namelijk normaal dat mensen seks hebben, en het is niet normaal dat mensen hun leven wordt bepaald, gedomineerd wordt, overheerst wordt door seks. Dat is niet normaal. Seks is er dat een, een man en een vrouw dat doen en dan krijgen ze kinderen. Dat is normaal. Daar is het voor bedoeld. Wel, seks is niet iets wat je zoals sporten is. Hè? Dat je zegt, bijvoorbeeld wandelen. Hè? Het is gezond voor een mens om te wandelen. Je moet regelmatig wandelen. Dat is goed voor je lichaam. Maar dat geldt niet voor seks. Dat laat dat gezegd zijn. Zo is het. En je hebt mensen en, ja, die willen heel graag seks. Die willen het zo graag dat als ze geen partner hebben, dat ze bijvoorbeeld iemand gaan betalen om seks te kunnen hebben. Nou, op het moment dat je dat gaat doen, dat je een ander gaat betalen zodat jij seks kan hebben, dan ben je uh, niet normaal. Laat dat gezegd zijn. Als je het hebt over wat is nou wel en niet normaal... dan stel ik voor, dit is het onderscheid tussen wel en niet normaal. Er is dus een man en een vrouw... die zijn uh, ja, de papa-en-mama-wens-toestanden... en die hebben seks. En hoe vaak ze dat hebben, ja, dat moeten ze zelf weten. Ik heb vanuit de overheid ook op de radio uh, dingen, campagnes gehoord... Uh, waarin gebruld wordt: uh, twee keer seks in de week is normaal. Nou, het is niet normaal dat een overheid rondbrult dat je twee keer in de week seks moet hebben. Dat bepalen die stellen zelf wel. En ik weet dat. Mensen heel erg bevangen kunnen raken door seks. En ik weet ook dat dat te maken heeft met zaken zoals porno. Daar heb je nog iets. En dat is niet normaal dat is porno. Het is niet normaal om kijkend naar een afbeelding van een bloot mens om te masturberen. Dat is niet normaal. Dat is gek. En dan moet je zelf weten als je dat doet. Ik zeg niet dat ik het niet gedaan heb. Maar ik ga het er niet over hebben. Ik zeg dat het niet normaal is, namelijk. En we hebben allemaal dingen die uh, niet normaal zijn. En uh, nou, dat moet je lekker voor jezelf houden. Het is niet normaal. En in zekere zin is alles wat niet normaal is, niet goed voor jou. He, op een bepaalde manier is dat niet goed voor jou. En een overheid die zou zich ver moeten houden van uitspraken over gedrag dat niet normaal is. En dan gaan we nog een stapje verder. Want als je het dan hebt over het niet normale gedrag voor zover het gaat over seks en dingen, zoals prostitutie en pornografie, dan kom je uit bij homoseksualiteit. En homoseksualiteit: de mensen die zich daaraan overgeven, die hebben. Heel erg veel wisselende seksuele contacten. Dat komt ook voor bij mensen van een heteroseksuele aard. Er zitten er ook bij die heel veel wisselende contacten hebben. Maar bij mensen met een homoseksuele achtergrond is het opmerkelijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat een homoseksuele man bij leven makkelijk seks heeft gehad met 500 mensen. Met uitschieters naar boven van mannen die bij zo'n enquête beweren dat er periodes in hun leven zijn geweest. Dat ze bijna elke dag contact hadden, seksuele contacten hadden, met wildvreemde mannen. Dan praat je over 300 seksuele contacten per jaar. Met verschillende mensen dus. Mensen die ze helemaal niet kenden. Nou, ik kan je vertellen dat zo'n levensstijl funest is. Het ja, risico op geslachtsziekte is enorm. En bij geslachtsziekte, denk aan een gonoree, of reu, een druiper of syfilus, of wat heb je nog meer? Daar, de remedie daartegen is antibioticum, of antibiotica. En antibiotica, dat klinkt heel leuk, maar antibiotica, dat zijn zeer giftige middelen. Het heet niet voor niets antibiotica. Anti betekent tegen Ik vertel je niks nieuws nou hè? <laughs> Anti betekent tegen En bios Dat betekent leven Dus als jij antibioticum slikt Dan gaat er een hele hoop veranderen In jouw lichaam de Allerlei uh, dingetjes die gaan dood Door die antibiotica Waaronder De ziekteverwekker Mag je hopen Er zijn ook ziekteverwekkers en die zijn resistent. Maar dan nog heeft een antibioticum een uitwerking. En ik heb een, een boekje gelezen. Het was, dacht ik, van Lynn McTaggart. Die Britse of Amerikaanse onderzoeker. En die vrouw die betoogde dat de ziekte AIDS niets meer is dan dat het afweersysteem van de mens door overvloedig antibioticumgebruik helemaal van streek is. En dan is je afweersysteem kapot en dan helpt er helemaal niks meer. Dus je immuunsysteem gaat kapot van de antibiotica. Dat is wat Lynn McTaggart zei in haar boek. Als het Lynn McTaggart was. Maar, maar ik denk het wel. Ja, ja. En heb je dus AIDS, een Acquired Immune system deficiency syndrome Dat is een opgelopen mankement aan je afweersysteem. Acquired betekent opgelopen. Een immune system is je afweersysteem, je immuunsysteem. En deficiency betekent mankement. Dus je hebt een mankement aan je afweersysteem. Dan ben jij de bok, jongen. Dan heb je wel lekker veel seks gehad, maar je gaat dood. Er is een Telling geweest, van onderzoek geweest naar de leeftijd van homoseksuele mannen in de 20 e eeuw. Dat, had, dat was wel in de periode dat het aids aan het doorzetten was. En toen hebben ze vastgesteld dat de gemiddelde homoseksuele man die werd 39 jaar oud. Ja, die kan je lekker in je zak stoppen. Dat is dus bij een onderzoek in de 20e eeuw in Amerika geconstateerd. Misschien dat het nu wat hoger is, hè, dat ze gemiddeld wat ouder worden. Maar dan nog steeds is een gemiddelde leeftijd van 39 jaar verschrikkelijk laag. En die mensen overleden dus bij bosjes aan wat genoemd werd AIDS. En ze hadden een promiscue homoseksuele levensstijl. Dus ja, dan is het vrij snel um, duidelijk waaraan die mensen zijn overleden. Ze zijn natuurlijk overleden aan een bepaalde ziekte, kaposi of whatever ze maar, aan feitelijk doodgingen. Maar de eigenlijke oorzaak was. de promiscure. homoseksuele. levensstijl. Ook is vastgesteld dat onder mensen. die zich overgeven aan zo'n promiscure. homoseksuele levensstijl. dat daar meer misbruik. Voorkomt van genotsmiddelen. Iets wat ook een slechte uitwerking heeft op je leven. Al met al kan je stellen dat jij als ouder, wanneer je te horen krijgt dat jouw kind uit de kast is gekomen, En seks wil hebben of heeft gehad met mensen van hetzelfde geslacht. Dat dat, dat voor jou als ouder een zorgelijk bericht is. Dan loopt dat wel goed af. En dan wordt het nu gedaan alsof die mensen die zich overgeven aan die levensstijl... dat die gediscrimineerd worden en dat we daarvoor open moeten staan... en we moeten begrip hebben voor die mensen en dat soort dingen. Dat is helemaal niet het ding. Want er worden... Ja... Kijk, als, als iemand heel veel porno kijkt en hij vertelt dat niet op zijn werk en hij houdt dat voor zichzelf, dan is er niemand die daar moeilijk over zal gaan doen. En hetzelfde geldt voor iemand die seks heeft met iemand van hetzelfde geslacht. Als ja, je daar verder geen groot punt van maakt, wat zou het voor de rest de omgeving uitmaken? Er zijn natuurlijk bepaalde groepen, gemeenschappen, die daar niet zo makkelijk over doen. En ja, dat zijn dan die groepen. Die groepen die beroepen zich in de regel op het feit dat die levensstijl van het seks willen hebben met mensen van hetzelfde geslacht ongezond is en niet natuurlijk is. En die groepen zeggen net als wat ik net zei: seks dat is ervoor. Dat een man en een vrouw dat samen hebben, want ze krijgen daar kinderen van. En die hebben dus ook in principe seks zonder voorbehoedsmiddelen. Want ze hebben die seks om kinderen te krijgen. Dat is normaal. En al het andere is afwijkend. En dan kan je op je kop gaan staan, maar zo is het. En al hetgene dat afwijkend is, ja, dat zal toch bij bepaalde groepen niet lekker vallen. Ik ken heel veel mensen, of veel, wel meer dan vijf, zes, zeven, acht, negen, misschien wel tien mensen of zo in mijn leven die zo'n levensstijl hadden, hebben. En ik kan je niet zeggen dat die mensen nou zo bijste gelukkig zijn geworden dan mij. In zo'n geval ken ik dat we bij een avondje zuipen. Dat hij heel emotioneel werd en dat hij ging huilen. Van spijt. Spijt dat hij geen kinderen had grootgebracht. En dat die kans op een dergelijk bestaan. met een gezin en zo. Er, ja, dat was voor hem helemaal verkeken. Ja. En dan daarbij ook nog. En dan wordt het heel vervelend natuurlijk. Maar er is zoiets als seks met kinderen. Wat, nou, dat mag ik aannemen dat iedereen dat qua seksuele afwijking. Hè, ik heb het gehad over prostitutie als een seksuele afwijking. Porno is een seksuele afwijking. Nou, en seks met kinderen, dat mag ik aannemen dat iedereen het met me eens is dat dat afwijkend is. Dat is onacceptabel. Nou, en dan kijk je naar mensen die zich te buiten gaan aan seks met kinderen. En wat kom je in die groep tegen? Ja, heel erg veel homoseksuele mannen. Nee, in de gewone samenleving is 1 op de 100 mannen, zo'n beetje, 1% van de mannen houdt zich bezig met homoseksuele seks. Maximaal zo. Maar onder de mannen die zich bezighouden met seks met jonge mensen. 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. Het aantal homoseksuele mannen die daaronder, dat is 20%, 30%, meer, misschien wel meer dan 50%. Waarmee is aangetoond dat pederasterie. Dus het, het willen hebben van seks. met jonge mensen. heel duidelijk gerelateerd is aan homoseksualiteit. Kijk, onze minister. Nee, minister, wat zeg ik. Onze secretaris-generaal van Justitie. Joris Demming. dat was een homoseksuele man. En. Op het NOS-journaal is voorgelezen dat Joris Demming achter gesloten deuren tegen journalisten van de G-krant en de Panorama heeft gezegd dat hij graag seks had met jonge prostituees. En dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Nou, punt 1. Hij. Joris Demming. Bezocht prostituees. Dat is seksueel afwijkend. Nou, daarbovenop met, uh, met prostituees van het mannelijk geslacht, dus afwijkend. En daarbovenop met mensen onder de 18. En dat is afwijkend en volgens de Nederlandse wet een misdrijf. En dan gaat onze overheid. Terwijl ze op de hoogte waren van die bekentenis van Joris Demming. Die gaan daar punt 1 niks aan doen. En ze leggen dan in Nederland even een bedrag op tafel van 23 miljoen om homoseksuele mensen een handje te helpen. Liever had ik die 23 miljoen uitgegeven gezien. aan een correcte, volledige vervolging van Joris Demming. En natuurlijk, nadat hij veroordeeld is. dat wij een grote schadeloosheidsstelling gaan regelen. voor alle slachtoffers van Joris Demming. En Joris Demming achter de tralies en al zijn bezittingen geconfiskeerd. En al dat geld komt ten goede aan het schade voor ons. Zo denk ik erover. Dat je even weet aan welke kant van het hek ik sta. Ik heb een uitzending gehouden over uh, homoseksuele, de homoseksuele mens of homoseksualiteit in de media... En daar heb ik erbij stilgestaan dat. Dat die mensen die dat hebben, hè, die afwijking hebben. Ja, dat die het wel moeilijk hebben. En dat daar, wat mij betreft, begrip voor mag zijn. Want als je zoiets hebt. Dan. Ja, je komt er niet zomaar van af. Voorzichtige schattingen zijn dat van de mensen die er van af willen. Van die... Want als je dat één keer hebt, dan word je dus daadwerkelijk seksueel opgewonden van de aanblik van een blote man. Nou, je zal het maar hebben. Dat is niet fijn. En die mensen die er van af willen, ja, het blijkt dat maar een derde daar succesvol van afkomt. En twee derde dus niet. Dat is zielig. En het onderzoek naar de oorzaak van deze afwijking, dat wordt in de media en ook door de overheden niet bevorderd. Er is die Amerikaanse psycholoog Nicolosi. En die man is helaas overleden. Niet zo lang geleden. Maar nou, die was ermee bezig. Ja, dat zijn hele. Ja, wat je zou willen. is dat het onderzoek grootschaliger is. En wat je ook zou willen. is dat die afwijking. op jonge leeftijd gesignaleerd wordt, want het schijnt zo te zijn dat als iemand zich heeft overgegeven aan de daad met een als man dan met een andere man, als het al heeft plaatsgevonden, hoe langer het al heeft plaatsgevonden, hoe vaker het is gebeurd, des te moeilijker het is voor zo iemand om hem mee op te houden. En ben je er heel snel bij, dan is de kans om zo iemand uh, anders te laten beleven. En zijn seks anders te laten beleven. die kans is veel groter dat je dat lukt. En je moet er dus jong bij zijn. En Nicolosi, die wijt. De, het ontstaan van de afwijking. aan de situatie in het gezin. waar die mensen, mannen in dit geval, opgroeien. En daar spelen zich dingen af die voor kinderen moeilijk te verwerken zijn. die traumatiserende toestanden opwekken. En. Ja. En als daar verder geen remedie voor komt, dan, dan ontstaat zoiets als homoseksualiteit. Ik ken het verhaal van een vrouw die tegen mij zei: want zij heeft drie kinderen. En die drie kinderen zijn allemaal van drie verschillende mannen. En die drie mannen, daar heeft ze helemaal geen contact meer mee. En zij zei tegen mij dat zij tot de conclusie was gekomen: dat zij niet in staat was om die vaderrol in te vullen voor haar kinderen. En dat ze dat ook kon merken aan haar kinderen, en vooral aan die oudste, dat die dat heel erg miste. En ik was een keer bij haar en die jongen die zei toen, ik was er dus bij, zijn moeder was erbij, er was ook alcohol in het spel. En die jongen die zei met een hele emotionele snik in zijn stem, want mama, ik ben uit de kast gekomen. Ik ben gay. En zijn moeder zei, ach jongen, dat heb je nou al drie keer verteld. Ja, en ik denk dat dat typisch een geval is waar die dokter Nicolosi het over had. De jonge mensen die zo op zoek zijn naar zo'n vaderfiguur, en dan een oudere man die misbruik maakt van zo'n jonge jongen. En dan word, krijg je dus dit soort dingen. zo'n jongen wil eigenlijk alleen maar aandacht van zo'n man. En die aandacht die wordt dan gemengd met seksuele handelingen. En het is nog steeds aandacht. Dat is heel erg, dat is heel tragisch, vind ik. Voor die jongen dan, hè? Die moeder ook natuurlijk. Ja, het is nog wat. En die, die dokter Nicolosi, die zegt dus dat het bij homoseksualiteit in de meeste gevallen gaat om mensen die beschadigd zijn in hun emotionele beleving en alles. Veiligheidsgevoel. Uh, noem het maar. Hè? In de jeugd. En een overheid. hoort niet. zich daarmee te bemoeien. anders dan dat ze. het onderzoek naar de oorzaak. Mogen. stimuleren. Of in elk geval. ervoor zorgen. dat het niet gefrustreerd wordt. Wat nu wel gebeurt. En die vorige uitzending. over homoseksualiteit. en de media. dat was naar aanleiding van het feit. dat er een politieke partij. in Nederland. In Nederland wilde. dat Bol.com. een aantal boeken. Niet meer zou verkopen waarin het verhaal stond wat ik je net vertelde. Over de relatie tussen homoseksueel gedrag en een traumatisch jeugd. Dus dan wil de overheid even voorkomen dat dit naar buiten komt. Schandalig is dat. En tel daar even bij dat het hele fenomeen van homoseksualiteit. dat is al heel erg lang bekend in de, Nederland, of in de Nederlandse, in de menselijke samenleving. Ja. En het is niet alleen bekend als fenomeen, wat ook al heel lang bekend is. Is dat het niet positief is? Dat het vervelend is als het heerst. In de Bijbel staat, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament staan daar uh, niet mis te verstaan uh, teksten over, waarbij gezegd wordt dat de homoseksualiteit een typering is van een immorele maatschappij. Dus in een morele maatschappij, waarbij mensen met aandacht met elkaar omgaan, dat ze niet alleen aandacht hebben, maar ook tijd hebben voor elkaar, dat ze zorg hebben voor elkaar, dat ze moreel zijn, dat ze rekening houden met elkaar, dat ze de waarheid spreken, dat ze respectvol zijn naar hun ouders toe, dat ze niet stelen. Dat ze niet dingen begeren die van een ander zijn. Nee. Ja, een morele maatschappij waarin een ieder zijn deel heeft en daar genoegen mee neemt. In zo'n maatschappij komt homoseksualiteit niet voor. Niet of nauwelijks. En maatschappijen die. Immoreel zijn daarentegen. daarin. Uh, tiert het welig. Dat wordt gezegd door de Ouden. Dit kunnen wij lezen in de Bijbel. Een goed voorbeeld van zo'n maatschappij. is de maatschappij van Athene. En dan heb je het over uh, 300 jaar uh, voor onze jaartelling. Of een paar eeuwen voor onze jaartelling. Uh, rondom die tijd. Uh. In de tijd van Socrates. Door Athene was een. Ja, dat was geen fijne samenleving. Ja, 1% had het daarvoor het zeggen. 99% was slaaf. En dat wordt dan genoemd in de hedendaagse geschiedenisboekjes... als de bakermat van de democratie. Nou, het is natuurlijk niet zo dat als 1% mag stemmen... dat je dan een democratie hebt, of wel? Huh? Zo kan je ook zien dat dus onze samenleving, waarin... Onze kinderen wordt verteld dat Athene de bakenmat is van de democratie. Daarin kan je zien dat onze samenleving immoreel is. Want Athene bestempelen als de bakenmat van de democratie, terwijl maar 1% van de Atheense bevolking mocht stemmen, dat is een leugen. En als je liegt, dan ben je immoreel. En als je liegt, terwijl je in functie bent als onderwijzer in het onderwijs, en ben je een immorele misdadiger? En zo kan je weten dat Nederland een immorele maatschappij is. En dan kan je ook snappen dat hier in Nederland er een bedrag op tafel komt van 23 miljoen euro. Om onzinprojecten te starten, zoals voetgangersoversteekplaatsen, eh, daarvan de lampjes te gaan veranderen. Met twee mannetjes met een hartje ertussen. En ook over het gebruik van het hartje. Kijk, bij homoseksualiteit gaat het niet om liefde. Nee, het gaat om lust. daar gaat het om. Kijk liefde, ik heb een vriend Wim, Wim Kruidentuin, en ik hou van die man. Als Wim mij belt, doet hij niet vaak hoor, maar stel hij zou mij bellen met een vraag, dan is het antwoord ja, natuurlijk. Als Wim wat vragen heeft aan mij, van kan je dit voor me doen, kan je dat voor me doen, ja, altijd. Ik hou van die man. Ik mag hem. Wim kan bij mij een potje breken. Er zijn mensen en uh, die praten niet zo lovend over Wim. Nou, dat moeten ze niet doen in mijn bijzijn. Of ik uh, negeer zo'n opmerking volledig dat ik denk van nou, daar wil ik het niet over hebben. Want het is mijn vriend en ik hou van hem. Of ik zeg er wat van. Van, uh, hou er even rekening mee dat ik van Wim hou. En dat soort dingen zeg je niet over hem. Dit soort dingen zeg je niet over mijn vrienden. Dus ik hou van Wim. De laatste is er van Wim... Uh, is, is een bus gestolen van hem. Niet half een bus, zijn bus. Hij heeft nu geen tien bussen of zo. Hij heeft een bus voor zijn werk. En die bus is gestolen. Nou, daar baal ik, daar, daar baal ik dan ook van. Ik krijg heel vervelend voor hem. Dat komt omdat ik van die man hou. Ik geef om hem. En tussen twee homoseksuele mannen gaat het om Lust. En niet om liefde. En dan is het punt. Vandaar dat zo'n voetgangersoversteek met twee mannetjes en een hartje erbij. Ja, dat hartje dat hoort daar niet. Want dat hartje dat slaat op je hart, op je liefde. En niet op je stijve piemel. En dat de overheid zich dan op deze manier met deze kwestie bezighoudt, dat vind ik schandalig en zorgwekkend. Tezamen met het feit dat ze de publicatie of het verkopen van bepaalde boeken, waarin mensen zoals dokter Nicolosi in alle eerlijkheid. Boven tafel proberen te krijgen middels onderzoek. wat er nou aan de hand is. met mensen met deze afwijking. dat die boeken dan in de ban worden gedaan. en die verkocht zouden mogen worden. dat vind ik heel ernstig. En dat wij een secretaris-generaal van justitie hebben gehad. en de man is nu met pensioen. maar die heeft dus seks gehad met jonge homo's. want dat vond hij zo lekker. En hij vroeg niet altijd hoe oud ze waren. Dus mogelijk heeft hij seks gehad tegen betaling met mensen onder de 18. Dat is een misdrijf. Dat is niet uitgezocht. Dat is een schande. En ik weet van een man, en die heeft voor de SP, de Socialistische Partij, heeft hij zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer gezeten. En die man was ooit een onderdeel van mijn kennissenkring van die tijd. En hij heeft een keer, toen we met z'n allen uit waren... in de kroeg, heeft hij gezegd... dat hij in de krant had gelezen dat er een jonge prostituee... een... Een man, een jonge man van 12 jaar, van, ja, een jonge jongen, ja, een mannelijke jongen, dus een jongen van 13, 14 jaar of zo. Een jongetje. En die was met een oudere man meegegaan. En toen is hij tijdens dat klusje is die door die oudere man uh, gewurgd. Dus die man, die ja, dat was niet alleen een homoseksuele man, maar het was ook een man met sadistische neigingen. En in dat sadisme heeft die jongen dan het leven bijgelaten. Die is gewurgd door zijn klant. En die man, die voor de Socialistische Partij in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer heeft gezeten, die zei toen. Toen dat in de krant had gestaan. En ik had dat ook in de krant gelezen. En hij dus ook. En hij zei dat hij van dat krantenbericht. Uh, dat hij dat wel opwindend vond. Seksueel opwindend. Ja. Dit hoor je goed, hè? Die man heeft voor de Socialistische Partij. in de Tweede en Eerste Kamer gezeten. Ik weet hoe die heet. En ik was erbij dat hij het zei. Ik was geschokt toen. En toen wist ik nog niet dat hij dus daarna. Want toen was hij dus geen Tweede Kamerlid in die tijd. Toen was hij nog jonger. En daarna werd hij dus Tweede Kamerlid. En daarna werd hij Eerste Kamerlid. Leuk hè? Homoseksuele mannen. Die geil worden van een krantenbericht. waarin een jonge jongetje de dood heeft gevonden. in een sadistisch seksspel. Er is ook een documentaire film en die heet De Franklin Cover-Up. Die kan je op internet kan je die kijken. Franklin, is dus Frank en dan Lin. Franklin Cover-Up. Ik denk als ik hem zo intyp. Pak ik even opera erbij. Want ik weet dat er helemaal geen cookies in zitten. Hè? <laughs> en dan doe ik hier even intypen: de Franklin Cover-up. Kijken waar ik uitkom. Ja, komt gelijk al, komt hij in beeld. The Franklin Cover-up: Child Abuse, Satanism and Murder in Nebraska. Dat boek kan je kopen op uh, amazon.com. Ik heb het in handen gehad. Ik heb het, het boek gekocht. Ik heb het weggegeven aan iemand en die heeft het niet teruggegeven. Maar zo gaat dat met uh, boeken. Daar is ook een documentaire uh, van te vinden. Dit is het boek dan, hè? The Franklin Cover-up. Dan ga ik even kijken bij video's. Oh, wacht even. Ja, en de, de film heet The Conspiracy of Silence. Dat is een documentaire. Die zou uitgezonden worden bij de BBC in Engeland. Maar op het laatste moment is die uitzending uh, ja, niet doorgegaan. Hij stond wel in de televisiegids, maar het is niet uitgezonden. Dan zie je de andere kant van de homoseksualiteit. Een kant die niet verzwegen mag worden. Snap je? Het gaat om een gewoonte, een habit van immorele mensen. In een morele maatschappij komt het niet voor. Niet of nauwelijks. En het is op zich al tekenend dat. in mijn omgeving, of in mijn leven. heb ik. Uh, intens omgegaan met honderden mensen. Daar zitten er nou, nog geen tien tussen die homoseksueel waren. Nog geen tien. Als ik kijk naar. De, ja, ik heb toneel gespeeld. en daar waren homoseksuele mannen bij betrokken. Maar dan kan je je ook iets bij voorstellen dat dat een omgeving is waar die mensen op afkomen. Maar op mijn werk en gewoon in mijn, noem het maar in mijn directe omgeving helemaal niet. In mijn familie komt het niet voor. En de schoonfamilie die ik heb gehad, kwam het ook helemaal niet voor. En... Nee. En ook nog even in dat, dat artikel van die heel gemeente. Dan hebben ze het over L, H, B, T, I. Dus lesbisch, homoseksueel. Nou zijn er lesbisch is ook homoseksueel natuurlijk. Maar lesbisch is dan vrouw, homoseksueel is man. Dan heb je de B van biseksueel, en dan heb je de T van transgender. En dan die i, dat slaat op intersex. Uh, intersex, dat zijn mensen die hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Nou, dat komt voor bij maar 1 op de 10.000 of zo. Dat is heel zeldzaam. En mensen die dat hebben. De, het, het Nederlandse woord daarvoor is hermafrodiet. Maar die mensen, daar kan ik me niet van voorstellen dat dat. Een, dat die geholpen moeten worden ofzo. Ik zag hier in Arnhem. Ik, ik was, oh, ik was met mijn dochter. Dat was, was gisteren of eergisteren? Eergisteren. En ik liep met haar terug van de supermarkt en toen zag ik hem staan. En dat is een man. En ja, ja hij, is, hij is verstandelijk beperkt. Hij heeft toch geen baan, hij heeft een uitkering al heel lang. Het is een, een, een zielige man. En hij loopt in vrouwenkleren. En hij praat ook heel vrouwelijk. hij heeft dan een lange haar. En hij loopt altijd in laarzen met hele hoge hakken. En heeft hij ook een, eronder dan een soort maillot heeft hij aan en een rokje. Nou, oh, je kent het wel. Het is best een aardige man. En die is ja, in de volksmond gezegd, hij is zo gek als een deur. Ja. En ik ken hem uit het café. Ja, daar komt hij dan wel eens. En, cafés waar ik dan kwam, daar kwam hij ook. En, maar iedereen in die cafés die deed heel normaal tegen hem. Mensen weten dat. Van, ja, hij is niet helemaal knijs. Ja, dan ben dat gebeurt er wel vaker. Ik bedoel, niet iedereen is even knijs. En hij is niet helemaal knijs. En hij valt dan in de categorie. Ik denk niet dat hij transgender is. Ik denk niet dat hij geopereerd is. Maar hij is dan een, uh, een, een travestiet. Maar dat is niet, daar is niet alles mee gezegd. Want hij is verstandelijk beperkt. Dat merk je ook als je met hem praat. Hij is niet zo snel van begrip. En het is niet iemand die geïnteresseerd is hoe het met een ander gaat, hij is heel erg met zichzelf bezig. En dat hoort erbij. Ja. Het is iemand die heeft zorg nodig. Dat krijgt hij toch. Ik weet dat hij een uitkering heeft, dat, dat weet ik. En er is ook iemand van, uh, ja, van de hulpverlening. en die, houdt een, ja, die gaat bij hem op bezoek. En, en die checkt of alles goed gaat. En, uh. en dat vind ik ook terecht. Waarom niet? Maar een voetgangersoversteekplaats met twee mannetjes uh, die gaan lopen met een hartje ertussen terwijl je het hebt over lusten, dat vind ik nergens op slaan. Die mensen die die afwijking hebben, die moet je liefdevol tegemoet treden en daar moet je wat van doen op een dusdanige manier waar ze wat aan hebben. En die man waar ik het nu over heb, ja, daar wordt goed voor gezorgd. Dat weet ik. Anders kan je, oh ja, hij kan naar de kroeg toe. Hij heeft geld om uh, een drankje te bestellen. Niet dat het een suiplap is, dat doet hij helemaal niet. Maar hij heeft gewoon voor zijn contacten. Volgens mij drink je niet eens alcohol. En ik ken een andere man en die is dan transgender. Die ken ik ook uit het café. En die heeft dus zich laten opereren. Ah, dat is een zielig geval, man. Die is heel eenzaam. Die heeft helemaal niks meer. Ja, hij is dan, ja, hij heeft zich om laten bouwen tot vrouw. En wat vrouwen ook overkomt, en hem dus ook, is dat ja, de ouderdom, daar, daar word je niet mooier van. En inmiddels, ja, zijn haar is heel dun geworden en zijn tanden zijn slecht. En ik zag hem dus een tijdje terug in het café en... Ik herkende hem helemaal niet. En ik merkte dus dat ik hem maakte, een praatje. waar ik ah, hij sprak, hij zei iets tegen mij of zo. En ik zei wat terug. En, en toen zei hij zoiets van. van uh, waaruit ik kon opmaken dat we elkaar dus kenden. Hè? Ik zei: verkennen we elkaar? Ja, zei hij en, uh, van daar en daar. Daar kwam ik wel eens. En toen dacht ik: Oh, ben jij die? Ja, en toen zag hij er nog wel ja, indrukwekkend uit. Maar hij was heel erg afgetakeld. Ja, toen zag hij eruit als een ja als mogelijk een vrouw waarvan je kon zien dat het eigenlijk een mannetje was, maar mogelijk een vrouw. Nu was het een oude man met dun haar, dat je denkt, goh, je moet naar dezelfde haarstijl toe als Perry Winkel, namelijk meneer Tondeuse. Haal hem maar af. Ja, mijn haar is ook helemaal niks meer. En zijn lange haar, wat hij dus toen nog had. En ja, toen had hij ook echt wel een R en zo. Hè? Van, ja, en dan zat hij daar uh, nou echt als een, als een meisje of als een jonge vrouw. Of zo. Ja, dat was helemaal dat was afgelopen. En zo oud was die man niet. Ja, 66 of zo. Ja, die gaat nog wel een aantal jaren mee. Maar niet meer als seksgodin. Helemaal voorbij. En dat geldt voor niet alleen voor dit soort mensen, transgenders. Waarbij als de jaren komen, dan ja, zie je er dan nog vrouwelijk uit. Nee, echt niet. Maar ik heb een vriendin en dat is een vrouw en die heeft ook zo'n heel wild seksleven gehad. Dat is ook helemaal voorbij. Tja, het is afwijkend, dat is het hele punt. Het is niet voor niets dat het normaal is dat seks hoort bij een man en een vrouw en dat was en is om kinderen te krijgen. Dan hebben ze die kinderen, dan gaan ze zorgen voor die kinderen. Dan worden ze oud, dan gaat die huid gaat rimpelen, die haren vallen uit, de billen gaan afzakken. En dan zijn er twee bejaarde mensen die voor elkaar zorgen en de kinderen komen langs met kerst. En Dan is dat hele uitgaansgebeuren en feesten en dat is allemaal voorbij. Zo hoort dat. Dat is normaal. Heb je? Nou, ik hoop dat ik je wat heb gehad aan deze beschouwing. En op zijn hamburgs zeg ik tegen jullie: tjus en dag lieverds.